Red Ursula. Hallo iedereen van DDG en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Rayman Legends. Ik ben Glenn. Ik ben Yin Mason. En we gaan verder. De Ninja Dojo Troll. Dat klinkt bijzonder boeiend. Oh wauw, dat was mooi. Red de laatste 10 zie voor de tijd om is. Je hebt 120 seconden de tijd. Dat zijn maar 2 minuten. Wat de fuck moet ik doen? Ik ken dit niet. Wow. Oh, dan moet je volgens mij zo snel mogelijk de lumps verzamelen. Ja. Denk ik. Oké. Wauw. Oh, dit is een van de minigames die je kan doen trouwens. Dat is waar ook. Oh, wacht. Zo. Yay! Kijk toch eens. Oh, je moet echt heel snel nadenken trouwens. Hoppakee. Oh, sneller. Hoppakee. Ja. Hey, dat ging goed. Oh, dit zijn van die levels die moet je enigszins uit je hoofd leren te kennen. Wauw. Oh, fuck. Waar ben ik? Oké. En bam. Oh, shit. Bam. Oké. Ik hoop dat ik het nog goed doe. Oh, fuck. Moet ze allemaal kapot maken, hè? Allemaal kapot maken, jongen. Oh, fuck. Nee. Oké, fuck. Nee. Hier heb ik veel tijd verloren. Maar je ziet wel waar de volgende gaat verschijnen. Dus daar kun je op anticiperen. Of zoiets. Kom maar. Nee. En ja. Waar ben ik? Oké. Snel. We zijn er bijna. Wat? Oh shit, ik ben die teensie vergeten te pakken. Ah fuck, dan moet ik het allemaal weer opnieuw doen zo dadelijk. En dat is niet zo leuk. Serieus, hoe vaak moet ik dit doen? Ik bedoel, dat is leuk hoor, maar... deze ging niet echt lekker. Die dingen die je kapot moet slaan zijn niet cool. Wow, dit is bijna alsof je aan het trainen bent gewoon. Dat is het echt. Nou, daar heb je nu wel weer een team zie. Ja, maar dat is de laatste. Fuck. Dan mis ik dus... Ja, die had ik echt even moeten pakken. Dom van mij. Heel dom van mij. Heb ik dikke disco? Nou, dat dan in ieder geval wel. Dan ga ik even die Teensie pakken en dan zie ik jullie zo weer. Ja, gewoon gelijk knippen. Even geen tijd gaan hoesjes om, hè. Wow! God. Weet je, ik ga dit level gewoon met haar doen. En jullie mogen het lekker niet zien. Hebbes! Yay! Ik weet niet hoor, maar volgens mij speel ik beter met haar. Ik speel beter met haar. Dat is vreemd. Oh, zie even lekker dansen dan. Oh ja. Oké, weet je wat? Ik hou haar gewoon even. En ze heeft een drietand. Oh, dat is zo geil! Dat is zo fucking kinky! Oh. Ik kan de beschrijving niet lezen, dat vind ik jammer. Ze heeft een drietand. We gaan even een tijdje met haar spelen. Diepgezonken huis. Oké, dan Ursula. Laten we eens even zien of wij kunnen winnen. Lekker, denk van me. Oh ja, maak die spagaat. Oh, dat is geen spagaat volgens mij, of wel? Fuck, waar gaan we heen? Oeh. Dit is mysterieuze deuzy. We moeten hier iets ontgrendelen in ieder geval. En ik denk dat we dan aan beide kanten iets moeten doen. Denk ik. Van die hippe jazzy muziek en zo. Prachtig hoor. Laten we even zien wat hier te doen is. Nou, we kunnen hier niet in het water. Zwemmen die vissen ondersteboven? What the fuck?
Oh, en daar heb ik mezelf bijzonder veel pijn gedaan. Dit is toch geen puzzellevel, hè? Volgens mij wel. Eens even zien, wat is hierboven? Hoeveel tientjes heb ik eigenlijk bevrijd? Dat zijn nog niet eens heel veel. Ze hebben nog niet eens heel veel tientjes bevrijd. Dat is niet zo goed. Oh, daar gaan we weer met die James Bond muziek. Oh, dan heb je die kwallen weer. Die kwallen die mag ik niet. Die zijn irritant. De kwallen zijn heel erg irritant. Ik mis die combo's. Dat wordt me elke keer weer fataal, hè. Ik weet het gewoon zeker. Het gaat me elke keer weer fataal worden. Ga je mijn gang. Desu. Wow, dit is leuk. Kwallen. Kwallenvissen. Wat, hoezo werd ik daar niet geraakt? Dat is bullshit. Een beetje wel. Oké, daar werd ik gelukkig wel geraakt. En daar weer niet. Een of andere reden. Kom op, yes. Daar gaan we. Bam! Yay! Joepie de poepie. Oeh, nou is de liefde wel een stuk geiler of zo. Ja, eigenlijk wel, hè. Ursula is wel heel erg begaafd in het zwemmen. Ik denk dat we die schakelaar daar moeten activeren. De vraag is, hoe gaan we daar komen? Een andere vraag is, hoe gaan we daar komen zonder ontzettend veel schade te krijgen? Ik hou niet van ontzettend veel schade krijgen, ja. Vind ik een beetje jammer als dat gebeurt. Oh, fuck. Elektriciteit van pijn. Laten we even proberen daar geen schade van te krijgen. En we moeten natuurlijk ook goed uitkijken dat we niet iets overslaan. Want dat zou ook wel jammer zijn. Inderdaad. Even een beetje de vloer kussen en zo. Yeah. Oh. Oeh. Ook cool hoe de muziek in de tijd verandert. Dat is ook vet. Wow. Oh, dat is zo cool. Dit level heeft sfeer, jongens. Kijk dan, ineens verandert het compleet ook gewoon, hè. Het verandert gewoon compleet, het level. Ja, en die beesten die ons eerst lastig vallen, dat zijn nu onze vrienden geworden eigenlijk in feite. Oh man, ik ben daar gek op, mensen. Ik ben daar echt gek op. Oké, qua tienzies is er niks veranderd. Daar moet je natuurlijk wel even goed op letten. Dat ze dat ook hebben veranderd. Kan die beesten ook niks maken omdat ze van elektriciteit zijn. Volgens mij is ergens een tienzie, of niet? Ik hoor wel iets schreeuwen. Misschien hier. Dan hierboven? Ik denk het wel. Hier ergens is iets. Ik hoor het. Ik hoor een tienzie die om mijn hulp schreeuwt. Wacht, hier is het. Yeah! Oeh, gelukkig heb ik die nog gezien. Oppassen voor het licht van niet de duisternis. Oh, dat is flauw. Ik hoef toch niet alles opnieuw te doen, hè? Oh, wauw. Ik moet best wel een stuk opnieuw doen. Oké. Dat is even minder. Zeg, hoef je ook nu niet zo bang voor het licht te zijn, maar ja, zo'n grote radius licht als dat, daar moet je wel voorzichtig voor zijn. Daar moet je wel voor passen. Abo natuurlijk, ja. Fuck, kut, bliksem. Oh, die bliksem weer kaatst ook nog eens een keer, hè. Extra gevuurlieg. Ik heb... Oh, dit is heel verwarrend, gewoon dat je niet de volgorde van tienzies goed kan zien. Want blijkbaar dat ik eerst naar rechts moet gaan ofzo. Oké. Wow. Oh my god. Een fucking harde referentie naar Splinter Cell. Oh Jesus. Had ik hier nou alles? Volgens mij wel. Oké. Weg hier. Oké, nu kunnen we hier... Oh, nu kunnen we tenminste zwemmen. Ik bedoel, dat is leuk. Oh, hier is een tienzie. Ah ja. Kijk eens aan. Ja, zie je, we pakken nu de laatste. Dude, niet doen. Is dat nog een tienzie? Nee. Hier. Oké. Ik hoop dat ik je alles heb gehaald. Maar goed. Oké, en nu de andere kant. Ja. Oh, wat is het voor een geheim? Oh, dit is gewoon... Oh, dit is echt zo'n octopussy setting, jongens. Dit is echt die octopussy setting. Van 007 octopussy. Dit is... Oh, dit heeft zo die setting, hè. Oh my god. Octopussy, dat is zeg maar zo'n onderwater, plek. Waar je ook allemaal, ja, van die hele luxe dingen kan doen.
Daar lijkt het heel erg op. Nou, en bedankt. Oh, wauw. Ah, en hier heb je hier zijn ze dan aan het experimenteren. Je hebt alle clichés heb je gewoon bij elkaar. Leuk hoor. Ja, ik weet niet, ik vind dat leuk. Ik vind dat gewoon leuk. En het is hier, oh, het is hier ijzig zeg. Cool. Oh, ik moet echt goed opletten dat ik niks oversla. Ik heb het gevoel alsof ik dat de hele tijd aan het doen ben. Het is hier ook zo donker, dus je ziet echt niet goed. Oké, wil je even zwemmen? Ik vond de introductie van deze wereld zo cool. Gewoon dat je zeg maar... Het begint, het lijkt allemaal heel onschuldig, maar dat is het gewoon niet. En daarom noemen ze ook het mysterieuze eiland. Oké. Licht geactiveerd. Oh, fuck. Fuck. Oh, die muziek hier zeg. Fucking yeah. Oh, fuck. Licht. Leg hier. Echt cool. Ik kan dit level alleen maar cool noemen. Serieus. Dit is gewoon zo vet. Dit is zo vet. Hou op met die... Oh, ik kan er niet meer in. Oké. Hoe kom ik hier dan naar beneden? Gewoon niet. Gewoon niet, Glenn. Je hebt het gewoon verpest. Ah, nu kan het. Oké. Oh, fuck. Oké, hier even naar boven. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Hier naar boven. Hier naar boven. Snel, snel. Voordat het licht komt, voordat het licht komt. Oké. Laserbeveiliging. Alles zit erin. Alles. Oh, wacht. Ik kan niet aan hangen. Dat zie ik nu pas. Oké. Mooi. Oké, nog 18 zie en een geheime gang. Die is niet daar volgens mij. Oké, weg hier. Oh, nu is het hier ook donker en duister. Oh, daar heb ik niet mijn tijd genomen. Oké, je krijgt daar in ieder geval wel genoeg tijd. Dat scheelt. Let's go. Oh, fuck. Doe me geen pijn. Oké, fijn. Fijn, je doet me geen pijn. Daar ben ik heel blij mee. Springen. Hoppakee. Nou jongens, we kunnen hier naar binnen. Joepie. Ik hoop dat we hier dan wel die laatste 10 zien en geen gang krijgen. En niet dat ik die nou heb overgeslagen in dit hele spel. Of wel, het hele spel. Het hele level weer opnieuw moet doen. Nou, ik hoor daar al sowieso een 10 zien. Deze muziek heb ik nog niet eerder gehoord. Wow. Wat een interessante muziek is dit. Ik mis nog de geheime gang. Yeah, epische laserontwijk aanvallen. Wow, dat scheelde heel weinig. Oh, oh. Hoppakee. Ah, jammer. Ik dacht, dan ga ik even in één keer goed chiselen. Maar helaas. Oh, het is Frans. Het is enigszins Frans. Ah, man. Oké. Okay. Dat kan gebeuren. Ik heb wel zin om dit enigszins te speedrunnen, omdat het gewoon heel cool is om te doen in zo'n level als deze. Waar je alles net goed moet doen en zo. Wat ik daar dus niet doe. Dus nu ben ik het ineens waarachtig aan het falen, helaas. Wat wel weer jammer is. Yes! Oké, okay, dat lukte mij. Dat is mooi. Oeh. Doorgaan, doorgaan, doorgaan nu, Glenn. Nu doorgaan, Glenn. Je hebt nu dat ritme te pakken. Yes. Oh, voorzichtig. Oké, okay, snel, snel, snel. Hier naar beneden. Ah! Yes. Yes, 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 yes. Oké. Okay. En kijk uit voor de geheime gang, Glenn. Kijk uit voor de geheime gang. Jump, Desi! Oké. Okay. Oeh. Oeh. Oeh, ja. Jongens, dit is prachtig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Koop dit spel, serieus. Oh man, maar ik heb de geheime gang niet. Dat is een klein beetje balen. Want het is nog niet bepaald een makkelijk level geweest, om even zo te zeggen. En ik heb ook geen dikke disco. En als ik die in de 10 had gehad, had ik wel dikke disco gehad. Oh well. Een beetje jammer. Goed, ik zie jullie wel bij die geheime gang, als ik die nog ooit vind. Hopelijk wel trouwens. Anders baal ik wel een beetje. Als ik die niet kan vinden. Zou ik niet zo fijn vinden. Nee.
Helemaal niet gewoon. Helemaal niet. Auw, geweldig. Ik ben er geweest. Ik ben er geweest. Maar eerst even die tien zien vinden. Weet het dat het hier naar beneden is? Ah. Goed dan. Ja, het is daar beneden. Fuck. Oké, dat is mij gewoon niet opgevallen, helaas. Maar kijk, hier. Ja, hier is het. Oké. Had ik kunnen weten. Dit had ik kunnen weten. Gewoon random slaan tot hij het goed doet. Dat is mijn strategie. Dat is mijn strategie. Oh, wat heeft zij... Oh. Mm. Ja, zij is best mooi. Oké, ik zie jullie bij het einde. Oh, level gehaald. Halleluja. Ik ben zo blij. Dat klonk alsof ik het meende. Jesus. Nou, ik heb alweer. Dit level duurde lang. Dus ik ga de aflevering hier beëindigen. Ja. Of ga ik... Nee, weet je wat? Ik ga dit nog even snel doen. Geef het video op nou wel een vaste duimpje omhoog, maar ik ga dit nog wel even doen. Diep gezonken huis invasie. Hoe kan dit een invasielevel zijn? Dat lijkt me raar. Maar goed, lekker naar links bewegen als een baas. Oh. Hoppakee. Wat? En nu krijgen we wereld 1 taferelen? Oh, waar ga ik heen? Oké. Het is zo verwarrend. Ik heb een flauw idee waar ik heen ga. Ah, kom op. Oké, snel omhoog. Ja. Klim, spring. Ja. Random rijm in het spel voor de win. Serieus, dat ga ik toch nooit redden. Ik weet niet hoe snel ze verwachten dat ik dit doe. Oh, ik had daar naar beneden moeten gaan. Oké, dat heb ik onthouden. Sneller. Wat, hoe moet ik hier omhoog? Oké. En toen kwam ik vast te zitten ofzo? Of moet ik hier bouncen ofzo? Oh, ik zie het al. Ik moet daar gewoon rennen. Oké, logisch. Ik ben dom. Ik ben een idioot. Hier gewoon naar beneden, Glenn. Kom op nu. Nu is geen tijd om te falen. Nu even niet. Oké. Gelukkig ken ik het level nu een heel stuk beter. Dus daardoor ga ik waarschijnlijk ook een heel stuk beter spelen. Hoop ik. Hey. Lekker random commentaar uitkramen. Heerlijk. Wat leuk. Oké, hier naar beneden. Bam. Ja, zo haal je tempo. Oké. En nu nog even kijken of we dit snel kunnen doen. Oké, rennen. Oh. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Niet helemaal, nee. Huppakee. Het lijkt alsof je daar zo makkelijk geraakt kan worden. Dat is eigenlijk ook zo. Je kunt er ook vet makkelijk geraakt worden. Dat kan ook gewoon. Dat is geen illusie. Nee, dat is gewoon de waarheid. Je raakt daar ook heel makkelijk je leven kwijt. Oh. Maar oh jongens, wat ben ik er gek op. Oh jongens, wat heb ik daar weer tijd verspild. Ga er omhoog, kom op. Ja, hè. Kom op, zegt Glenn. Hoe vaak heb je dit nog gedaan? Nog niet zo heel vaak, maar... Dan nog. Je mag dit niet falen, Glenn. Kom op. Ja, dat is beter. 10 seconden. Dit gaat mij lukken. Hoor mij. Dit gaat mij lukken. Yes! Ah. Yeah. Ursula is niet alleen vet lekker, maar kan ook nog eens een keer goed besturen met mijn vingers. Nou, jullie weten wat dat betekent. Dat ik hier de aflevering ga beëindigen. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende aflevering van Let's Play Rayman Legends. Doei doei!